Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag ga ik iets doen dat ik al bij een aantal andere Sims YouTubers heb gezien, maar wat me echt ontzettend leuk lijkt om te doen. En dat is namelijk een huis bouwen, maar elke kamer is een ander uitbreidingspakket. En dit lijkt me echt hilarisch. Dus ik zal er maar meteen induiken. Ik heb gisteren al even snel als voorbereiding deze soort van shell gebouwd. In de nieuwe wereld van ecologisch leven. Want dat leek me wel zo leuk om daar ook een keer iets in te bouwen. Ik heb hier nog helemaal nooit wat in gebouwd. Dus dat lijkt me wel nice om dat een keer te doen. Dus we hebben dit huis. Ja, het is best wel een groot huis. Ik heb alweer spijt. Ik weet ook niet hoe ver we gaan komen. Maar goed. Ja, het is dit huis. Ik heb gisteren de tuin en zo al een beetje ingericht. Mocht je het nou leuk vinden om dit huis ook te gebruiken. Hij staat al in de galerij. En volgens mij heb ik hem a pack a room genoemd. Dus zeg maar een pakket per kamer. Dus dan, ja, de buitenkant is al helemaal klaar. Maar ja, er is nog helemaal niks aan het behang gedaan. Er zitten nog geen ramen en deuren in. En van binnen is het nog helemaal leeg. Dus dit is waar we vandaag mee gaan werken. En James Turner van The Sims Supply, die heeft ook een YouTube kanaal. Die heeft heel handig een random pack generator gemaakt. Dus die zal ik er ook even bij pakken. Die hebben we namelijk hier. En hier kunnen we een willekeurig pakket uitkiezen. En we gaan het gewoon per kamer doen. Dus we beginnen met de buitenkant. En ja, we kunnen hier gewoon een random pack generator. Dus ik hoop heel erg dat het er eentje is met mooie ramen. Maar goed, dat moeten we nog maar zien. Dus laten we gaan beginnen. Ik ga hem generaten. Oh, laat het alsjeblieft een goede zijn. Luxury party stuff. Oh mijn god, volgens mij heeft dat pakket niet eens ramen. Oh nee, dat is echt een dramatisch... Oké, ik hoopte heel erg op een uitbreidingspakket voor buiten. Maar we gaan het doen met luxe feestaccessoires. Eens even kijken. Luxe feestaccessoires. Eens even kijken wat daar überhaupt in zit. Dat is het eerste accessoirepakket is dat. Hebben we überhaupt behang? Nee, we hebben hier helemaal geen behang voor. Oké, dus dan als het er niet in zit in het pakket, dan kunnen we gewoon iets van het base game gebruiken. Dus dat is op zich wel handig. Trouwens, het meeste van dit huis wat ik tot nu toe heb gebruikt is base game. Er zitten een aantal pakketten dingen in, maar je kan dit huis even goed nog steeds downloaden als je alleen het basisspel hebt. Dan worden een aantal dingen verwijderd, maar ja, die kan je gewoon vervangen voor iets van de base game. Dus dit huis kan je even goed gewoon downloaden. Hebben we wel deuren? We hebben ook geen deuren. En we hebben ook geen ramen. Oké, dat is misschien een beetje saai. Weet je wat? Ik ga gewoon een ander pack generator voor deze. Want het schiet anders niet op. Oké, laten we nog een keer eentje generaten. Kijken of hier dan in elk geval iets in zit. Anders is het ook niet echt een uitdaging. Spa day. Oké, spa day is een van mijn favoriete pakketten. Oké, Wellnessdag heeft wel ramen in elk geval. Oh, Wellnessdag heeft goede ramen. Yes. Oké, wel moderne ramen. Terwijl dit nou juist een keer een iets traditioneler huis is geworden. Heeft Spaandag ook deuren? Ja, oké. We kunnen ook een deur. Nou, ik wil sowieso hier beneden denk ik een dubbele deur. En alles is gewoon één muur, de laagste muurhoogte. Dus oké, we hebben deze deur. Even kijken, want dan kunnen we snel een ramen gaan plaatsen. En ik denk dat ik ze gewoon wit hou, want dat is wel zo makkelijk. Even denken, want ik moet ook even naar binnen kijken hoe de indeling van het huis is. Ik denk dat dit de eetkamer en de keuken wordt. Dit de woonkamer en hier een soort studiekamer. En dit wordt dan een soort wc. En hierboven hebben we dan een badkamer en drie slaapkamers. Dus we hebben best wel een heleboel in te richten. Misschien ga ik dit wel in twee video's splitsen. Ik denk dat dat misschien beter is dat we vandaag de benedenverdieping doen. En dan in een volgend deel de bovenverdieping. Maar goed, ik ga eens even kijken. Want we kunnen hier natuurlijk sowieso een aantal ramen gaan plaatsen. Oh ja, die passen helemaal niet boven. Even kijken. Dan hebben we hier de keuken. Ja, laten we hier even goed ook maar wat ramen inzetten. Ik doe ze gewoon een beetje willekeurig. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je een beetje naar buiten kan kijken. Misschien kunnen we hier ook een deur naar buiten doen. Vanuit de woonkamer naar het terras. Anders kan je hier namelijk lastig komen. Even kijken. We kunnen misschien ook wel een paar grote van deze grote ramen gebruiken. Misschien hier in de studeerkamer een hele grote glazen deur. Laten we in de wc geen ramen doen. Dat is misschien een beetje gek. En nou, vooruit hier nog eentje dan voor de keuken. En dan voor de bovenverdieping hebben we ook ramen nodig. Ik denk gewoon één in het midden dat misschien het beste is. Zo daar en daar en dan hier misschien twee. Ja, je ziet wel het dak erdoor één. Dat ziet er waarschijnlijk wel heel stom uit, maar ja. Oké, ja, en deze slaapkamer heeft nu helemaal geen ramen. Dus ik ga hier misschien ook... Laat ik hier een grote doen en doen we die hier. Is dat gek? Ziet dat er heel raar uit?
I mean, ja, het ziet er best wel raar uit. We doen toch een kleine. We doen hier twee kleintjes. Die komen dan overeen met die op de verdieping hieronder. En nu moet ik daar nog een. Nou, het is een beetje... Ja, oké. Okay. Het had erger gekund, jongens. Ik ben eigenlijk helemaal niet ontevreden. Oké, jongens. So far, so good. Maar jullie kennen deze challenge misschien wel al van andere Sims. En jullie weten waarschijnlijk dat dit nog alle kanten op kan. Dus ik ga even kijken wat voor muurbekleding we hebben van Welnisdag. Volgens mij hebben we... Ja, ik... Och, ik had dit graag in de badkamer willen gebruiken. Maar we hebben echt... Ja, we kunnen ook dit doen. Helemaal blauw. Nee, Welnisdag heeft echt goede dingen. Dus dit huis wordt van de buitenkant... In elk geval, ja, niet heel erg lelijk, denk ik. Ik denk dat het veel erger kan. En we hebben een beetje een rode baksteen op de grond. Dus ik denk dat ik hier... Dit hout past daar denk ik wel heel mooi bij. Ik ga dit even rondom plaatsen. Eens even kijken hoor. Zo, een beetje accentkleur lijkt me wel mooi. Misschien kunnen we dat ook gebruiken voor deze halve muur die hier als een soort van hek dient. Wat hebben, ik kijk altijd naar wat de buurhuizen hebben. Oké, die hebben een soort hout. Misschien moeten we daar proberen om een klein beetje bij aan te sluiten. Nee, tot nu toe gaat het best wel prima eigenlijk. Het ja, is lang niet zo lelijk als ik had gedacht dat het zou worden. Oké, dan hebben we dit stuk van het huis. Is dan wel donker. Ja, dat vind ik op zich wel prima. Het stuk bij de deur mag dan wel weer even lichter. Ja, ik vind het wel... ik vind het best geslaagd. Ik ben... Nou... Ik ben in mijn nopjes met hoe de buitenkant van het huis eruit ziet. Even kijken. Volgens mij hebben we geen dakbekleding van Welnisdag. Ik zit even te denken of we nog... Oh, we hebben ook nog deze plantendingen. Oh, oeh. Ja, dat past misschien niet allemaal bij de ramen die we nu hebben. Maar het is wel heel cool om dit erbij te doen. Decoraties misschien meedoen. Even kijken of we ergens een mooie plek hebben voor dit. Hier zo aan de buitenkant kunnen we misschien... misschien kunnen we hier gewoon zo'n muur maken met planten. Ziet er een beetje leuk uit zo. En even kijken of we nog buiten meubels hebben van Welnisdag. Ik ga even filteren op buiten. Volgens mij hebben we niet echt specifiek meubels. Ja, ik heb hier wel gewoon wat bankjes van het basisspel neergezet. Misschien kunnen we ook gewoon wat yogamatten neerleggen. Ik bedoel, ja, dit is best wel een leuk idee, denk ik. Laat me weten trouwens of je vindt dat ik nu gecheat heb. Omdat ik, dit pakket zeg maar tweede keer had ge-random generate. Maar ja, ik weet niet, maar het luxe feestaccessoires, er zat gewoon echt helemaal niks in dat we konden gebruiken. En dat is wel echt, ja, een soort van jammer. Dan kunnen we de challenge eigenlijk niet goed uitvoeren. En dat willen we natuurlijk wel. Oké, ik heb nu overal wel lampjes opgehangen. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor moois? Hier. Ja, dit is wel een mooi plekje van het huis, denk ik, om yoga te doen. Hier zo, meteen buiten. Ja, ik vind dat er wel goed uitzien. Oké, ik denk dat we de buitenkant van het huis dan wel... Oh ja, we moeten ook nog kijken of er tegels zijn. Bijna vergeten. Een van de belangrijkste dingen zijn natuurlijk de tegels. Even kijken. Oh, die hebben we ook. Oh mijn god, maar die zijn ook echt perfect voor hier. Want ik heb nu gewoon dit gepakt. Even kijken. We moeten wel bij de straat met... Ah, oh, dit is echt perfect. Jongens, wat een mazzel. Hier. Helemaal goed. Dan hebben we gewoon deze tegels. Die matchen bij de straattegels wel redelijk. Ik vind het wel super tof eruit zien. Wie heeft dit ook? Dat elke keer als je het standaard dak gebruikt, dat je het idee hebt dat het lelijk is. Omdat je dan de standaard houdt of zo. Dat voelt gewoon niet goed. Oké, maar ik heb nu gewoon dit dak gekozen. Het is heel simpel. Het ziet er net even iets anders uit. En we gaan naar binnen. We gaan de volgende kamer doen. Oké, dit is de hal. Eens even kijken waar we de hal mee mogen inrichten. Ouderschap. Oké. Ik denk dat we daar op zich wel iets mee kunnen. De hal moet van ouderschap. Oké, ik ga even beginnen met een behangetje, want we willen natuurlijk een leuk behangetje. En we gaan filteren op ouderschap. Ik denk wel dat het op zich best wel goed past bij, bij de stijl van dit huis. Het is natuurlijk een meer traditioneel huis. En ik zie al meteen deze. En ik vind deze best wel... Deze heeft wel wat, al zeg ik het zelf. Het is gewoon... Even kijken hoor, welke kleur we het beste kunnen. Op zich is gewoon dit wit best wel mooi. Oké, ik denk dat het deze wordt. Ik ben hier best wel tevreden over deze. Ja, dit is best wel... Oké, het had veel erger gekund qua behang. Eens even kijken wat voor vloer we hebben. Hebben we van ouderschap geen eens een vloer? Oké, we hebben geen ouderschap vloer. Dus dan ga ik er een van de base game gebruiken. Ik denk dat ik deze witte vloer erbij doe. Want die sluit mooi aan op de houten lampisering van ouderschap hier. Dus dat lijkt me wel goed. En het kleurt ook bij de trap. Want we hebben ook een witte trap. Die is trouwens ook van het basisspel. Hebben we trouwens een ouderschap trap?
Nee, oké. Okay, we hebben geen ouderschaptrap. We moeten wel even kijken naar de meubels. Want we moeten natuurlijk de gang ook wel nog een beetje inrichten. En eens even kijken. We beginnen denk ik met verlichting. Want we hebben natuurlijk wel een lamp nodig. Oh, we hebben deze lampjes. Oh, die zijn eigenlijk best wel leuk voor hier. Oké, okay, even kijken. Dan hebben we denk ik misschien hier zo'n tafeltje. Dat zie je altijd in van die hele chique oude huizen. Ik weet niet. We hebben niet echt een haltafel. Ja, misschien dit is een bureau of niet. Oh, een kleed. Kijk, dat is wel echt perfect. Al tot nu toe, jongens, hebben we echt mazzel met de pakketten die we hiervoor gekregen hebben. Want ik vind dat het echt allemaal echt perfect erbij aansluit. Kijk nou hoe goed het eruit ziet. Het is wel nog een beetje kaal. We moeten misschien nog iets van een kapstok hebben. Even kijken, want er zijn superveel decoraties in dit pakket. Dus ik ga even kijken wat we hier kunnen ophangen. Sowieso is misschien dit bord wel handig. Dit bord is natuurlijk om je kinderen... dat je niet na een bepaald tijdstip naar buiten mag. Ik kon even niet op de naam komen, maar dat is misschien wel handig om te hebben. Deze spiegel schijnt natuurlijk te breed. We kunnen hier misschien aan deze twee kanten van de... het toilet wel twee spiegels ophangen. Wow, jongens, dit wordt nu al zoiets anders dan wat mijn eigen stijl normaal gesproken is. Misschien toch een bijzettafel dat we daar... hier zoals deze, dat we daar nog iets leuks op kunnen zetten. Of deze hier zo. Oh ja, dit past best wel. Oh, wat wordt dit truttig zeg. Ja, ik denk dat heel veel van jullie dit misschien wel mooi vinden. Maar dit is zo niet mijn smaak. Dus het is super goed om dit een keer te doen. Hier fruitschaal kunnen we erop zetten. En hier misschien wat parfum dingetjes. Zodat als je naar buiten gaat dat je nog even wat parfum op kan doen of zo. Ah, dit huis heeft sowieso kinderen. We kunnen op zich wel dit ophangen. Kijk, dit bovenste... Oh, dit hoort er natuurlijk ook nog bij. Laten we dit hetzelfde pakket in elk geval doen. Hierboven kan gewoon hetzelfde kleed. Zo, dan hebben we dit een soort van ingericht. En oh, hier hebben we ook ramen. Dus dan kunnen we deze mooie gordijnen ook nog gebruiken als ze in het midden willen. Waarschijnlijk niet. Oké, zo. Die gordijnen zijn ook super nice. Dus dan hebben we die ook nog. Oh, ik ben hier best wel blij mee eigenlijk. Hebben we nog meer? Ja, we hebben hier nog foto's. Het hobbybord. Dat is net een groot, hè. We kunnen het iets kleiner maken. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus de hal. Oké, okay, ik ben best wel tevreden eigenlijk. Het is misschien een beetje schaars ingericht, maar ik vind het niet... Ik ben niet ontevreden. Oké, okay, laten we doorgaan met het toilet. En voor het toilet hebben we... Oh, laat het iets zijn. Strangerville. Oké, okay, zitten er toiletspullen in Strangerville? We gaan het zien. We gaan het nu zien. Oké, okay. Oh, we hebben wel een paar mooie tegels al hier. Oké, okay, het worden dus die of deze. En oké, okay, die is niet in een andere kleur. Deze wel. Kunnen we dit nog op een bepaalde manier cool maken? Maar dit glimt wel een soort van. Oké, okay, ik vind het best wel vet. We kunnen dit gebruiken. En behang, ja, dat hebben we ook. We hebben of deze golfplaten. Of deze. Nou, laten we het bijpassend doen. Laten we gewoon een hele coole, zwarte, moderne toilet van maken. Ik vind het eigenlijk niet verkeerd. Oh, ik moest trouwens nog kijken voor ouderschap of er ook deuren waren. Voor Strangerville zijn er in elk geval wel deuren. Oh, we hebben alleen deze deur en die heeft een raam. Ja, het moet wel, hè. Het hoort er wel bij. Er zijn geen poorten, die laat ik denk ik wel zitten. Maar goed, voor naar de toilet hoort toch deze deur. En die past ook echt totaal niet bij wat er achter zit aan de andere kant. Ja, een soort van mini badkamer. Even kijken wat we voor Strangerville nog hebben aan meubels. Want ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik gebruik dit pakket eigenlijk bijna nooit. Ja, we kunnen wel een soort van vochtvlekken kunnen we hier maken. We kunnen dit zo'n smerige badkamer maken. Eigenlijk vind ik dat we dat moeten doen. We moeten dit de meest nasty badkamer ever maken. Het is ook wel grappig. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus laten we inderdaad gewoon voor de golfplaat gaan. Misschien wit. En dan hebben we hier al zo'n vochtvlek. Oh, boah. Oké, ja, dit kunnen we hier zo... Hier moet je kijken hoe ze... Jij ziet het eigenlijk bijna niet op die golfplaten, maar het is echt heel vies. Vliegtuigvleugels hebben we. Laten we eerst even kijken naar sanitair, of we dat überhaupt hebben. Oh, we hebben deze... Oké, we hebben geen toilet, dus dat wordt iets van het basisspel, maar we hebben wel dit fenomenale bad. Oh, wat erg. Oké, hebben we wel een kraantje? Nee, we hebben verder echt helemaal niks qua sanitair, behalve dat. Oké, nou dan wordt het een basisspel toilet. Ik weet dat sommige mensen ook zeggen van... Oké, als het er niet is, mag je het er niet in doen. Maar dat vind ik zelf ook een beetje... het huis moet in principe naar mijn idee kunnen functioneren. Dus we gaan gewoon dit mooie toilet ernaast doen. En even kijken wat voor mooie kraan erbij. Ja, misschien gewoon hier. Hier gewoon heel standaard. Oké, decoraties. Hebben we die wel van Strangerville? We moeten het natuurlijk ook nog een beetje aankleden. Ja, we hebben geen wc-papier. Dat is niet echt nodig om het huis te kunnen laten functioneren. Dus die hoeft er niet bij. Maar eens even kijken wat we kunnen doen. We hebben wel een tapijtje. Ik bedoel, daar kunnen we het op zich wel leuk mee aankleden, toch? Hier. Mooi tapijtje in de badkamer. Daar kunnen we ook een mooie
vochtvlek zo opmaken. Het wordt zo vies. Even zien, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben verder ook niet echt planten. We hebben ook geen spiegels volgens mij. Ik zit bij alles, hè. Ja, dus dit is het wel. De badkamer wordt eigenlijk niet meer fancy dan dit. Ik zal kijken naar lampen. We hebben wel een UFO-lamp. Ja, dat wordt hem dan. Goed, de badkamer is iets minder geslaagd wat mij betreft. Het begon heel goed met de hal, maar ja, we gaan nu toch wel bergafwaarts. Eens even kijken wat we doen. Woonkamer of keuken? Woonkamer of keuken? Ik denk dat ik de keuken eerst ga doen. We gaan hier een keuken maken. Oké, voor de keuken. Oh, laat het alsjeblieft iets cools zijn. Perfecte patio accessoires. Oké, volgens mij zitten daar wel... Volgens mij zitten daar wel keukendingen in. Perfecte patio. Er is in elk geval geen muurbekleding voor. Dus dat wordt al lastig. Maar we gaan straks voor de eetkamer nog iets anders doen. En misschien kunnen we dan wat we voor de eetkamer gebruiken... ook voor de hele keuken gebruiken. Ik zit trouwens even te kijken. Wat is een handige plek voor de keuken? Zullen we hier de keuken doen? En dan hier de eetkamer? Ik denk dat hier de keuken maken handiger is. Want we hebben hier wel echt zo'n hoekje. Hebben we wel vloertegels van perfecte patio? Ook niet. Oké, dus dat schiet niet echt op. Dus dat houden we gewoon nog even zo. Ja, oké, we hebben wel... Kijk, dat is mooi. Want we hebben wel dus deze keukendingen. Die eigenlijk best wel heel mooi zijn. Zeg ik het zelf. Dus we kunnen hier sowieso al een stukje keuken maken. Ik denk dat ik hier mijn koelkast... Ik ga zo'n dubbele koelkast heel Amerikaans erin zetten, denk ik. En even zien. Verder kunnen we hier een keukeneiland van maken. Dat lijkt me wel heel tof. Om hier gewoon een heel groot keukeneiland in te plaatsen. Even zien. Misschien een schiereiland. Wacht, dat vanaf hier een schiereiland. Dat vind ik ook wel cool. Ik vind dat ronde past wel heel goed bij dit huis. Want het is toch een wat meer klassiek huis. Dus ik denk dat ik dat een keer doe. Dat doe ik normaal gesproken ook niet. Hij kan zelfs misschien nog wel eentje groter. Of is het dan wel, wordt hij dan heel groot? Oké, dan kunnen hier de koelkasten. En dan hebben we hier een hele mooie... kookruimte. Oké, apparatuur hebben we dat ook. Dat hebben we niet. Dus dat wordt dan denk ik allebei gewoon van het base game. Hebben we een wasbak? Ook niet. Prullenbak hebben we niet. Krukken? Oh, krukken hebben we wel. Oké, gelukkig. Kijk, dan kunnen we hier in elk geval gewoon aan zitten. Hier doe ik er denk ik 3 zo. Hebben we decoraties? Die hebben we denk ik toch wel. Oh, deze plant! Oh, dit is echt een van mijn favoriete planten in het spel. Echt, deze gebruik ik in bijna al mijn builds. Oh, en deze hebben we ook. Nou, misschien kunnen we die hier zetten. Ik vind het wel cool. Laten we dat doen. Ik ga dat gewoon doen. Mijn regels. Nee, het zijn niet helemaal mijn regels. Maar ik vind het wel een goede plek. Even zien. Ja, dat is het eigenlijk wel voor de keukenspullen. Dus de rest moeten we even uit het basisspel halen. Dat ga ik even snel doen. Oké, ik heb 2 koelkasten geplaatst. Een gootsteen en een kookplaat. Overcombinatie. Dus we hebben nu volgens mij alles om een functionerende keuken te hebben. Ik realiseer me wel dat ik net de prullenbak nog ben vergeten. Die gaan we natuurlijk wel nog even... plaatsen, anders wordt het wel lastig. Even kijken. Ja, dat is het denk ik wel wat we hiervan kunnen gebruiken. Oh, misschien... Wacht even, ik zit te denken. We hebben natuurlijk ook nog decoraties die we misschien kunnen kiezen. Oh ja, want we hebben hier van alles. Oh, kijk, fantastisch. Kijk, we hebben zelfs deze barbecue spullen hier. En allemaal barbecue tangen. Nou, die kunnen we ook op zich wel... Wacht, kunnen die hier op? Ja, oké. We hebben hier ook nog zelfs tangen. Wat zijn dit? Vloersterren. Oké, die zouden we ook nog kunnen gebruiken. Misschien een beetje overdreven. En we hebben hier dit ding. Hier kunnen we ook nog... Hier kunnen we gewoon decoratie van maken. Hè? Ik bedoel, laten we het een beetje leuk inrichten. En we hebben nog deze. En dit is ook een heel cool ding. Dit zouden we bijvoorbeeld ook voor het raam kunnen gebruiken. Dat ziet er ook best wel vet uit. Als een soort gordijn. Vind ik persoonlijk best wel cool. Hier, laten we dit gewoon een keer doen. Dit doe ik ook gewoon, ga ik gewoon overal doen. Want ja, dit is echt... Kijk, je moet een beetje inventief zijn. Zeker met deze challenge. Dit is natuurlijk helemaal niet daarvoor bedoeld. Maar geef toe. Het ziet er best wel cool uit. Van buitenaf ziet het er ook best wel een soort van cool uit. Komt het niet door het plafond? Nee. Oké, nou gaan we de eetkamer doen. En ga ik kijken of we daar ook vloertegels van kunnen gebruiken. Want de eetkamer komt, ja, ik denk hier. Dus even zien. Voor de eetkamer krijgen wij... Luxury party stuff. Alweer. Oké. Ja, ik heb hem net gecanceld. Dus ik moet hem eigenlijk nu ook wel gebruiken. Oké, luxe feestdag accessoires. Maar volgens mij hadden die had ook geen behang en zo. Ja, dan wordt het gewoon toch base game wat we hiervoor gaan gebruiken. Maar we kunnen natuurlijk wel even kijken welke meubels we hebben. Oh, we hebben deze chique gordijnen kunnen we hier gebruiken.
Ja, eigenlijk moet dat wel. Dus dan hebben we hier, tot in de keuken hebben we nog dat ding. En dan krijgen we hier deze. Eens even kijken, kunnen die ook nog in een degelijke kleur? Nou ja, deze dan maar. Ik heb gelukkig een gouden wasbak, dus dat past wel een beetje bij elkaar. Maar dit zijn echt letterlijk de enige decoraties die we hebben van dit pakket. Oké, dat valt een beetje tegen. Oké, we hebben wel een eettafel. Is dit de eettafel? Oh my god. Oké, we hebben deze bijzettafel. Dus misschien kunnen we hier, dit hoekje, kunnen we misschien een bijzettafel maken. Ook al kunnen we er niks van decoraties opzetten, want dat hebben we niet. Hier, dat doen we ook een soort van goud. Dat matcht dan weer bij de kraan. Ja, en dan wordt het toch deze eettafel. Ja, die moet dan ook goud. Er zit niks anders op. We kunnen hier misschien zo twee naast elkaar. Dat ziet er misschien wel gek uit. Maar je moet er toch met meerdere mensen denk ik aan kunnen zitten. Ik hoop echt dat we ook stoelen hebben hiervan. Oké, die hebben we gelukkig wel. Oké, dus we kunnen hier in elk geval met vier mensen eten. En dan kunnen er ook nog mensen aan de bar zitten. Ja, het is op zich, het is niet verkeerd. Oké, ik ga gewoon even kijken naar alle spullen die we hebben van dit pakket. Is dit alles wat we hebben van dit pakket? Serieus? Ik ga het gewoon maar een beetje aankleden met wat we hebben. Maar dit zijn echt weinig spullen. Alle spullen van Luxe Feest accessoires. Oké, nou ja, we hebben dit muur. Dit is een lamp volgens mij, dus die kunnen we nog ophangen. Ja, dit zitje. Hadden we misschien beter neer kunnen zetten. Oh, wacht. Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. We gaan deze blokken weghalen. Oh. Want we kunnen veel beter dit ding hier neerzetten. Dat je hier kan zitten. Gewoon een soort zithoekje wordt dit dan. We hebben hier nog zo'n soort serveertafel. Zouden we nog kunnen doen. Banketfeesttafel. Het past niet echt hier, hè? Het is hier al best wel vol. Ik denk dat we het zo moeten laten. Oké, ik ga nog even in de base game een vloer en een muur uitkiezen. Nou, weet je, laten we gewoon die houten vloer die we in de hal ook hadden doortrekken. Hier, dat matcht wel. Oké, ik ga er verder ook niet heel veel extra aandacht aan besteden, want dan gaat de challenge natuurlijk niet over. Maar dit zijn de eetkamer en de keuken. Dan gaan we nu door naar de woonkamer. Oké, ik ben benieuwd. Ik hoop echt dat het iets goeds is. Vintage glamour stuff. Oké, ik heb geen idee wat daarin zit. Volgens mij het enige wat ik weet dat hierin zit is de butler. Oké, we hebben hier wel... Oeh, we hebben hier wel behang. Oké, nou dat begint al goed. Oh, maar welke zullen we doen? Ja, we hebben natuurlijk in de keuken ook goud. Dus ik vind dat wel een thema wat we misschien een beetje vast moeten houden. Deze. Dit wordt hem. En hebben we dan ook een vloer? Nee, we hebben geen vintage glamour vloer. Dus ik ga dan ook gewoon niet moeilijk doen. Ik ga gewoon die witte houten vloer weer doortrekken door het hele huis. Want ik probeer er nog een beetje wat van te maken. En dan gaan we snel kijken. Oh, ik heb trouwens helemaal niet gekeken of Vintage Glamour nog lampen had. Wacht even. Dat is wel een goeie, want anders moeten we die lampen natuurlijk ook nog ophangen in de eetkamer. En bij Perfecte Patio geldt hetzelfde. Oké, ja, die hebben wel wat lampen, maar geen plafondlampen. Dus ja, daar moeten we toch gedag tegen zeggen. Even zien. Ja, we hebben deze lamp bijvoorbeeld. Oh, die kunnen we wel een soort van in het raam zetten. Dat ziet er eigenlijk ook wel cool uit. Zo. Oké, misschien is het toch logischer als hij wel voor het raam staat. Oké. Ja, en verder, ja, misschien zo'n kaarsje op de tafel. Ik weet het anders ook niet. Oké, Vintage Glamour heeft wel plafondlampen, dus die gaan we natuurlijk wel ophangen. Zo. Zijn deze er ook nog in een andere kleur? Ja, ik vind ze wel beter. Oh, goud. We kunnen natuurlijk goud doen. Ja, dit wordt natuurlijk helemaal goud thema. Deze lampen hangen. En er zijn ook nog... Kijk, ik wil sowieso straks de giraffenlamp gebruiken. En dit ding eigenlijk ook. En ja, deze lampen zijn echt fantastisch. Ik ga ze allemaal even neerzetten. Want die kunnen we volgens mij allemaal best goed gebruiken. Ik ga gewoon even alles weergeven. Oh, ik ben echt blij met dit pakket. Want er zitten hier best wel heel wat dingen in die we gewoon... Die gewoon bruikbaar zijn. Hier, we zouden zelfs een soort room divider in het midden kunnen zetten. En de kamer in tweeën kunnen delen. Hier, we hebben zelfs bedden. Hier, we hebben een bank. Ja, laten we hier achter het scherm kunnen we wel die bank neerzetten. Ik weet dat ik hier allemaal net spullen heb neergezet die nu onwijs in de weg staan. Was dit slim? Waarschijnlijk niet. Misschien hebben we zelfs een televisie, maar ik weet niet of we die hebben. We hebben in elk geval een salontafel. Oh jongens, dit wordt echt cool. Ik heb echt mazzel. Ik heb echt het idee dat ik veel betere pakketten heb dan de meeste mensen die deze challenge doen. Het zijn kledingkasten. Eens even zien. Wat zouden we hier nog neer kunnen zetten voor... Ja, we hebben geen televisie zo te zien. Oh, wel een open haard. Ja, dat is een no-brainer. Dat wordt hem gewoon. Kijk, en deze lamp kan er dan bijvoorbeeld al naast. Hier, super cool. En deze klok kunnen we erboven hangen. Nou jongens, dit is toch cool. Ik wist niet dat dit ding ook van Vintage Glamour was. Deze vind ik ook super nice. Jongens, wat leuk. Oh, het harige kleed hebben we zelfs. Oké. Dit is wel echt een makkelijk pakket trouwens om mee in te richten. Als ik het even mag zeggen.
Alles past echt perfect bij elkaar. Goed, ik wilde eigenlijk een boekenkast, maar die lijken we niet te hebben. Maar we hebben wel andere kasten die we hiervoor kunnen gebruiken. Komt dit door de muur? Nee. Kijk, we kunnen hier best wel iets leuks mee. We hebben gewoon een soort van meubel gecreëerd. Waar is mijn giraffenlamp? Hier zo, die kan... Oh, wacht even. Giraffenlamp moet even in het midden staan. Kijk. Zo. Oké, we hebben ook nog gordijnen. Die moeten we natuurlijk ook gebruiken. We moeten natuurlijk alles gebruiken wat we kunnen van dit pakket. Neerleggen, is dit too much? Ja, waarschijnlijk. Dit hele pakket is too much. Ik bedoel... Ja, hier kunnen we best wel wat mee. Even zien, wat hebben we nog meer voor spullen? Want dit is natuurlijk echt een enorme ruimte. Oh, we hebben hier ook nog... Kijk, we hebben ook nog deze stoelen. Oh, en we hebben een bureau. We kunnen natuurlijk een bureau hier gewoon neerzetten nog. Dit is ook een zitkamerstoel. We hebben volgens mij niet echt bureaustoelen hierbij. Ja, en zo'n kaptafel. Maar dat is misschien een beetje... Ah, zo voor het raam. Ja, dat is wel too much, denk ik. Oh, dit zou hier nog kunnen. Kijk, we kunnen hier een kaptafel neerzetten. Hier, bloemetje erop. We hebben hier nog een spiegel. Even zien. Waar kunnen we deze kwijt? Maar die kan hier achter hangen. Dat vind ik wel een goede plek. Ook een bijzettafel hebben we nog. Oh, ik vind het echt een goede. Oh ja, dit is een bar. Oh mijn god, ik wil dit. Hier kan je drinken uithalen. Wat is dit eigenlijk een vet pakket? Oké, ik was helemaal vergeten hoe cool dit ding eigenlijk was. Ik denk dat we dit stuk maar wel leeg moeten laten. We moeten misschien nog wat decoraties hier neerzetten op de make-up tafel die we hier hebben. En ja, eigenlijk moet er een stoel bij, maar die zit er niet echt in. Tenminste... Oh, dit is een eetkamerstoel. Oh, die stoelen die ik nu heb gebruikt als woonkamerstoelen zijn eigenlijk eetkamerstoelen. Wacht even, dan ga ik even wat dingen wisselen. Oh ja, dit zijn dus de zitkamerstoelen. Ik dacht dat het andersom was. Oh, oké. Woonkamer is klaar, jongens. Dit ziet er echt goed uit. Dan zeg ik het zelf. Oh, en ik heb het goudthema ook gewoon nog door kunnen trekken door het hele huis. Oké, we gaan de studeerkamer nog doen. En dan denk ik dat ik het bovenverdieping in een tweede deel ga doen. Oké, studeerkamer. Laatste kamer. En ik hoop dat dit wat goed is. Want tot nu toe is alleen de wc echt ontzettend lelijk. Oh, vampieren. Oké, ja, dat past. Ik denk ook echt dat dat wel past bij het thema van het huis. Ik ben echt excited, jongens. Hoe groot is de kans? Oké, vampieren. En dit is... Ja, we hebben nog niet één uitbreidingspakket gehad. Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel veel minder uitbreidingspakketten dan dat er accessoirepakketten zijn. Maar even kijken. Vampieren hebben we. Oh ja, ik weet al meteen welke ik wil. Ik wil deze. Of zullen we dit ook wit doen? Dan hebben we door het hele huis hebben we wit hout. Ja, dit is super nice. Oké, even kijken. Wat hebben we hier voor behang? Volgens mij hebben we alleen maar behang met vleermuizen. Dus dat is misschien een beetje minder. Oh, maar kijk. Deze past eigenlijk wel heel erg goed bij de rest van het huis. Oh, lekker man. Themaatje gewoon. Hebben we gewoon kunnen pakken. Hier, dit is donkerbruin. Ik zoek even of er nog een betere is dan die we hadden. Ik vind dit op zich... Licht is misschien wel iets mooier. Ik denk dat we deze doen. Ik vind dat wel... Ja, of deze witte... Ja, laten we behang doen. Anders wordt het wel heel druk. Ik weet niet of we een bureau hebben, maar we hebben wel een eettafel. Dus dat scheelt. Een tapijtje kunnen we neerzetten. We hebben een flinke keuze aan grafstenen die we kunnen plaatsen. Oh ja, dit is wel... Hier, we kunnen gewoon die hele open haard hierin planten. Met goud. Ja, zie je, ik trek dat hele thema door. Dit kleed kunnen we... Is deze nog in een degelijke kleur? Oh, kijk, hier. Perfect. Misschien beter om die zo voor de... Ah, dat is wel heel krap. Nee, we doen hem zo. Maar het belangrijkste is natuurlijk even dat we een bureau hebben waar ik sowieso deze dode vogel op wil hebben. En we hebben dit kastje, die kunnen we ook mooi kwijt. Maar hebben we een bureau? Dat is de echte vraag. Wacht even, oppervlakken. Nee. Oppervlakken. Bureaus. We hebben geen bureau, we hebben wel een eettafel. We hebben... Even kijken, ja, dit wordt dan het bureau. Oké, nou, daar kan ik op zich mee leven. Ik vind dit kastje misschien wel... Ik vind het logischer misschien om een bank neer te zetten. Dat we nog even lekker kunnen zitten in je eigen studeerkamer. Waarom kleuren deze dingen er dan weer allemaal net niet bij? Oké, wacht. Waarom is deze er dan weer niet in het goud? Nee, jij moet weg dan. Even kijken. Is dit ook een doodskist? Ja, ik denk niet dat een doodskist... Dat nodigt niet echt lekker... Oh, dit orgel. Oké, jongens. Dit is niet langer de studeerkamer. Het is de orgelkamer. Ja, dit past perfect, jongens. Het is de orgelkamer geworden. Oké, ja, we laten het gewoon zo. Moeten we dan ook nog een bureau? Ik vind van niet. Ik vind dat deze kamer heeft gewoon nu een hele andere functie gekregen. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik hier heel tevreden mee ben. We kunnen hier nog een spiegel neerzetten.
Eens even zien. We moeten natuurlijk ook nog eigenlijk behang. Oh ja, we moeten natuurlijk lampen. Ja, dat worden dan deze lelijke kroonluchters. Geef wel een lekker warm licht, moet ik wel eerlijk toegeven. Ja, het past dan eigenlijk wel. Laten we die dan toch maar neerzetten. Dat is het eerste idee. Ja, we hebben niet echt mooie gordijnen, denk ik, hiervoor. Ja, dit portret kunnen we natuurlijk wel... Ja, het is wel een beetje te groot portret, maar hier van onze guy Vladislaus, dat willen we natuurlijk. Wie wil er geen portret van in zijn huis hebben hangen? Oh, wacht, er zijn ook andere. Oh, deze is misschien beter. Deze is betere kleur goud. Ja, wel mooi hoor. En we kunnen natuurlijk dan nog wat decoraties op de open haard zetten. Zoals... Oh, dit kan helemaal niet. Oké. Okay. Oh ja, ik wilde die vogel natuurlijk. Hier, lekkere dode vogel erop. Gezellig. En oh, misschien deze truttige lamp ook. Nee, past niet. Waarom past dit niet? Oh, wacht even. Deze klok is veel beter dan dit kastje. Want dat kastje past eigenlijk niet. Maar deze past precies wel. We kunnen hier nog wat schilderijtjes ophangen. Nou, volgens mij zijn we er dan wel. Volgens mij is dit wel af. Even kijken, hebben we gordijnen? Ja, we hebben wel. Ik vrees een beetje voor die gordijnen. Ja, daar was ik al bang voor. Kijk, we hebben alleen deze. Deze gedrochten van gordijnen hier. En dit zijn ook de enige die... Ja, dit moet wel. Dit moet wel. Want als ze er zijn, moeten we het ophangen. Oh, ja, we gaan deze kamer gewoon ook dichtmaken, hoor. Nou, jongens, het is fantastisch. Ik ben op zich best wel tevreden met ons huis tot nu toe. Het had veel erger gekund. Laten we eerlijk zijn. Van de buitenkant ziet het er gewoon best wel degelijk uit. Dat was het ook voor deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als je het tweede deel ook wil zien, geef de video dan een like. En abonneer op mijn kanaal, want dan hoef je hem niet te missen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!